Onderzoekers zien meer leven in de Amsterdamse grachten. Vanwege de coronacrisis werd er minder en zelfs niet gevaren. En dat is goed geweest voor het grachtenwater. Afgelopen weekend gingen duikers de grachten in om de kwaliteit van het water te onderzoeken. Wat voor dieren heb je gezien? Kleine krabbetjes, zoetwaterkreeftjes en ik zag ook een visje voorbij schieten. En ook waren er veel onderwaterplanten te zien. Voor de duikers was het hoe dan ook bijzonder, want duiken is normaal gesproken niet toegestaan in de grachten van Amsterdam. Het is natuurlijk wel een unieke locatie en dat vind ik wel echt heel gaaf om te doen. En ik krijg een beetje Amsterdam het gevoel van vroeger. En tot zover.